Hallo iedereen, we zijn hier bij Pathé Arena in Amsterdam, bij de filmpremière van Mission Impossible Rogue Nation. Het zal weer een hele spannende film worden met Tom Cruise in de hoofdrol. We gaan nog wat BN'ers interviewen, dus blijf kijken. Ethan! Open the door! Yeah, okay. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying! Come on. Ben je al een beetje bekend met de voorbijgaande Mission Impossible films? Uiteraard heb ik ze allemaal gezien. Hè? Ik bedoel, als je een beetje boefje bent en een beetje van leuke dingen en actie houdt, dan pak je dit mee. En vandaag hebben we dan toevallig met de M4 ben ik hier naartoe gekomen. Heb ik de prijswinnaars van BMW meegenomen. Dus ik had de hele dag een mooi speeltje onder mijn kont. Oké. En heeft u ook, wat is uw favoriete deel van Mission Impossible? Eigenlijk vind ik het inbreken altijd wel spannend, hoe ze erbij komen. En de mooie dames natuurlijk. Natuurlijk. Ja. En wie is uw favoriete acteur of actrice van de afgelopen films? Poeh, ik ben heel slecht in namen, maar heel goed in gezichtjes. Kijk, hier is toch muziek, man. Ik hou gewoon lang blond en kaal, dat vind ik leuk. Ja. Wat verwacht je van de film? Nou, ik ben ontzettend benieuwd of hij net zo goed is als de eerste. De eerste Mission Impossible vind ik is bijna niet te overtreffen. Dus het verschilt enorm qua kwaliteit. Ik hoop gewoon dat hij ontzettend goed is. En wat vond je zo leuk aan de eerste Mission Impossible? Nou, toen was het allemaal nog heel erg klein, weet je. Iedereen zat heel erg te mikken op wat wordt de volgende James Bond reeks, zeg maar. En ik vond dat het volledig in zich had. Ik vond de cast briljant. Het was een hele verrassende film voor die tijd. Ja, is waar. En ga je nog iets in de toekomst doen met tv of zoiets? Er komt vast wel weer iets. In elk geval in september voor de EO notabene, NPO, doen we In de Band van de Condor. Okay. En verder is het gewoon even weer kijken wat er allemaal op stapel komt en wat echt doorgaat. Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Heb je de vorige films van Mission Impossible al gezien of niet? Nee, dit is de vijfde, maar dit is voor mij de eerste. Okay, en laat me heel eventjes verrassen wat het vandaag wordt. Okay, wat verwacht je een beetje van de film? Actie! Actie, natuurlijk. Ik vind Tom Cruise heel goed, dus het zal een spannende avond worden. Ga je nog iets op tv-gebied nog in de toekomst doen of niet? Ja. Ik ga een nieuw programma doen, RTL 5, samen met Mike de Boer en Gordon. En dat is vanaf 2 september op de buis. Is dit je allereerste film die je van Mission Impossible hebt gezien? Ja, ik heb het volgens mij bijna allemaal wel gezien. Okay. En wat was je favoriet? Ja, toch wel de eerste. Ja, die horen we vaak. Ja. En waarom eigenlijk voor u de eerste? Ja, de nieuwness, zeg maar. Het was toch wel een soort nieuw concept dat daar gebracht werd. En daar is voortbeduren, dat wil je ook zeker zien. Ja. Maar het eerste werd je het meest verrast. Ja. En wat verwacht u eigenlijk van deze film? Wat? Ik verwacht eigenlijk precies hetzelfde als wat we tot nu toe hebben gezien. Er zal ook weer veel actie in zitten. Hij zal er weer heel knap uitzien en hij zal vast zijn shirt weer uitdoen. En hij is ouder geworden en ik denk dat hij nog steeds een stunning uitziet. Agent Brandt, the IMF is not just a rogue organization. It is a disgraced one. Every one of the attacks you attributed to the syndicate, the IMF is there. It's a long story. I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? I have no way of contacting him. He's deep. Wat verwacht je van deze film? Wat ik van deze film verwacht? Ja, ik vind het. Ik ben een Mission Impossible fan. Dus ik verwacht er wederom een hoop van. Het is echt zo'n film die. Die gewoon keer op keer gewoon elke keer goed is. Dus dit keer ook. Hoop ik. Verwacht ik. Denk ik. Ja. Ja, vast wel. Maar en welk deel vond jij het leukst? Welk deel ik het leukst vind? De eerste. En waarom dan eigenlijk? Ik vind de eerste het leukst, omdat dat gewoon het meest spraakmakend was eigenlijk. Door de eerste film kom ik nu nog steeds. Okay, en wie is echt jouw lievelingsacteur of actrice van de afgelopen films? Dus die in andere filmdelen ook gewoon voorkwam? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vind, ja...
hij ontkomt niet aan dat Tom Cruise gewoon fantastisch is. Hij doet het zo ontzettend goed. Hij doet het zo sterk. Hij is gewoon meesterlijk in wat hij doet. Ja, hij is gewoon goed. En heb je voor de toekomst nog plannen op tv-gebied? Of? Ja, dit jaar nog. Er komen hele mooie dingen aan. Ja, ik ben heel erg benieuwd ook wat jij ervan gaat vinden. Nou, we zijn benieuwd. Laat je me weten? Ja, tuurlijk. Eind van het jaar. Eind van het jaar, nou, we zullen even kijken. Ben jij eigenlijk een Mission Impossible fan? Ja. En heb je ze allemaal ook gezien? Ja, alleen ik ben best wel vergeetachtig, dus ik weet het niet meer heel erg goed. Maar ik weet dat er heel veel actie in zat in de vorige en die vond ik wel heel goed. Okay. En wat verwacht je eigenlijk van deze film? Heel veel actie en geweld en schieten en ik denk dat we gewoon geen moment rust hebben, denk ik. Zijn jullie echt de Mission Impossible fans? Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb nog niet echt alles gecheckt, zeg maar. Dus het is voor mij nog... Ik heb ze allemaal gezien. Weet je wat het is? Jij bent eerst een Impossible schrijven. Waar heb je nou over? Met de voorlopig te zetten. En wat was jullie favoriete deel als jullie het sowieso hebben gezien? Zeg dan. Huh? Ja, ik vind de actie leuk. Nee, ik moet toegeven, ik vind het een Die ene met Tom Cruise. Ja, die vond ik ook leuk. Ja, wat verwachten jullie eigenlijk van deze film? Heel veel actie. Ik zie al dat hij aan de vliegtuig hangt. Gewoon nog meer geld heeft gekost, waardoor je nog meer spectaculaire stunts ziet en ik denk ook nog beter acteerwerk. Ik heb die promo gezien van deze en die is echt al abnormaal. Ja. En als alleen al de promo te gek is en ja, weet je, dan moet deze gewoon gaan knallen. Ja. En welke acteur in de film verwacht jij het meest? Verwachten wij het meest? Ik denk Tom, want die heeft al die heeft alle acties zelf gedaan, zeg maar. Het zijn stunts. Ja. Dus ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd. Gewoon zijn eigen stunts gedaan. Kon ik dat maar, hè? Hey. Vorige deel hing hij al aan een toren op het glas en nu hing hij aan een vliegtuig. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké. En wat ik nog een vraag. Hoe gaat het een beetje in jullie uitgaansleven? Uitgaansleven? Ik ben nu even een paar dagen weer aan het bijkomen. Dus maar dat gaat goed. We hebben het gezellig, hè? Toch, jongens? Zeker. Dat is wel lekker gezellig. Mogen niet klagen, hoor. Nee, gezellige mensen, goede sfeertjes en daar houden we van. Okay. Where are you? The syndicate is real. They know who we are. Dus wat vonden jullie van de film? Fantastische film, vol spanning. Is het ongeveer hetzelfde bij jullie of niet? Ja, echt actie. Ik heb echt genoten. Ja, dit was echt een hele goede film, film. En hadden jullie nog een favoriete stukje? Ja, bij dat waterding. Ja, dat was echt... Waterkolk was het, dat hij naar beneden ging. Dat was echt spannend. Ongelooflijk spannend. Ja, is echt tof. En als jullie de film ons cijfer zouden moeten geven van 1 tot 10, wat zou het cijfer zijn? Nou, ik denk toch wel een zekere 9,5, hoor. Ja, bij mij zit hij echt op een 9, dikke 9. Ja. Dus aan te raden. Ja, zeker weten. Ja, alle mensen gaan kijken. Dit is een hele goede film. Ik vond het top. Ja, vond je goed? Ja, zeker. En wat was jullie favoriete stukje? Ja, voor mij onder water wel. Ja, voor mij ook, ja. Ja, voor mij niet. Vonden jullie zelf dit de beste van de 5 of niet? Was het de 5e? Ja, het is alweer de 5e. Ja. Nou, weet je wat het is? Ja, ik zie het als losstaande films. Ja, ik vind hem weer. Ja, ik vind het gewoon weer goed. Als jullie een cijfer zouden moeten geven, wat zou het cijfer zijn? 7,5. Ga over een 8. 8 sterren van de 5? Ja. Zo? Nou ja. Dat is knap, hè? Dat is knap, ja. Wist je niet dat kon? Nee, dat wist ik niet, nee. Wat goed. Ja, ik vind het een topfilm. Ja, gewoon 4,5 ster. Top. Wat vond je van de film? Geen reet aan. Nee, joh, fantastisch, man. 2 uur lekkere onzin. Ja. Ze namen zichzelf niet te lekker te serieus. En nee, het was genieten voor mij. Ik ben lekker een beetje naar die empty box. Er waren lekkere boefies. Ja. Spannend, spektakel. Altijd weer een leuke wending. Dus nee, ik vond hem eigenlijk voor mezelf gewoon te kort. Ik had langer willen zitten. Oké, okay, dus hoeveel sterren zou je hem geven? Deze krijgt wel een 9'tje, hoor. Ja, die krijgt. Dus wat vonden jullie van de film? Geweldig. Ik zou bijna zeggen dat hij perfect was. Ja, hij was echt... Alles zat erin. Humor, spanning, actie. Ja, alles zat er gewoon in. Alles is erin verwerkt. Gruwelijk. En wat was jullie favoriete stukje? Dat moment dat hij zeg maar die water...
hoe heet dat, die waterbak in moest, waar die snelheid op stond. Ja, en dat zeg maar toen de spanning even was van oké, gaat hij het halen, gaat hij het niet halen. Toen was hij buiten bewust, oké, wat gaat er nu gebeuren. Dat vond ik het spannendst. Ik vond die achtervolgingsscène op die motoren en zo, die vond ik heel gaaf. Ja, dat vond ik ook heel veel humor erin verwerkt. Ik vond het echt heel gaaf. De afwisseling tussen spanning en humor en dan weer spannend en heel, heel goed. Okay. Wat voor cijfers zouden jullie hem geven? Ik zou hem wel een 9 geven, man. 9,5 wel. 9,5 wel, ja. Ja. Hij zit echt heel goed in elkaar. Echt alles loopt smooth over elkaar over en het is echt... Ja, soms word je echt gemindfucked. Het is echt tof. Het is gewoon zo erg doordacht dat ik soms gewoon best wel moeite had om van... wacht even, waar gaat het? En dan doordenken en doordenken. Wie is Lane? Nou oké, dat ging dan weer wel. Maar gewoon echt, het verhaal was zo... Alles is zo ver doordacht en... Ja, dat is gewoon echt te gek om het zo zeg maar mee te krijgen in die film. Dat je jezelf gewoon zo erg gaat focussen om het verhaal te begrijpen. Dan is het gewoon een fucking goede film. Ja. Nou, dus het is aan te raden. Zeker. Ja. Wel de beste film die ik in tijden heb gezien. Ja. Ik heb heel veel films gezien de laatste tijd, maar deze film is echt dat wel... Zo, dus hoe was het nou om het spits af te bijten voor deze première? Nou, het was best wel leuk. Ik moest al mijn stunts zelf doen. En wat dat betreft in goede traditie met Tom Cruise. Maar het was niet zo heel ingewikkeld wat ik hoefde te doen. Okay. En hoe vond je de film? Ik vond het een hele goede actiefilm. Echt een mooie thriller met een goede plot erin. Het zat allemaal op meerdere lagen en zo. Voordat je in de gaten kreeg waar het echt over ging. En die stunts, met name die achtervolging in Marokko. Ja, prachtig. Ja, die was inderdaad tof. En hoe was het trouwens je vakantie? We hebben vernomen dat je op vakantie bent geweest en net terug bent gekomen. Ja, vanmiddag. En ik heb heerlijk 3 weken lang in een warme oord gezeten. Heerlijk, toch? En dan lekker naar binnen komen met deze première? Nee, inderdaad net teruggekomen vandaag. En het was ongeveer 2 keer zo warm als dat het hier in Nederland was. Dus het was even een koude douche. Ja. En wat houdt de toekomst nog voor Radio Veronica? Wat verwacht je nog van Radio Veronica? Nou, dat we nog veel groter worden en dat we de leukste radiozender van Nederland geworden. En we hebben wat concurrentie, dus we hebben nog wat te doen. Valt deze film aan te bevelen of niet? Nou, ik denk dat als je van actiefilmen houdt en ook als je inderdaad van Tom Cruise een liefhebber bent, dan moet je zeker gaan. Want het is zeer de moeite waard, deze film. They're trained to do what we do. An anti-IMF. Neither one of us is equipped to fight them alone. You want to bring down the syndicate? It's impossible. How do you know we can trust her? Desperate times. Desperate measures. Did you see that done? You ask me that now! Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? This is not gonna end well. This may very well be our last mission. Make it count. You have to get through 12 feet of concrete and 70,000 gallons of pressurized water. No oxygen tanks. That doesn't sound impossible. No. Ethan, do you copy? Ethan, abort! Abort now! Zoals je kon horen was dit weer een superfilm. Ik vond hem geweldig. Vergeet niet mee te doen met de prijzen bij Planet Zone. Zodat je leuke tickets kan winnen voor net zo leuke films als deze. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende keer.